Welkom op de derde voetbaltrainingscongres samenwerking tussen NL Coach en de VVON. Nou, ik weet uit de inschrijvingen, zie ik dagelijks voorbij flitsen dat er heel veel VVON trainers zijn. Ook behoort wat NL Coach leden. Dus van harte welkom, niet alleen jullie, maar met name ook de sprekers. Nou, ik wens jullie in ieder geval een hele prettige en leerzame middag toe. Met een geweldig verhaal van Robin van Gaal. Goedemiddag, ik ben Robin van Gaal. Ik coach al 28 jaar. Ik ben op jonge leeftijd coach geworden, omdat ik... helaas, ik was best een aardig waterpoloer, maar best wel talentvol en twee keer geopereerd aan mijn schouder. En de dokter zei tegen mij, want die Olympische ringen die daar rechtsboven staan, ja, dat stond als een, echt op een netvlies. Ik had persoonlijk heel erg, als klein kind al heel erg snel het gevoel van ik wil naar die Olympische Spelen. Ik wil het maximaal uit mijn talent halen. We gaan het vandaag natuurlijk hebben over teams en over hoe kan je dat team nou verder helpen. En natuurlijk die mentale aspecten komen zeker om de hoek kijken. Interessant boek. Hoe kan je nou, dat is ook tegelijkertijd het mooie van topsport. Hè? De essentie van topsport is uiteindelijk je meten met je directe concurrentie en, ja, en dan proberen beter te zijn. Uiteindelijk om te winnen, de prestatie neer te zetten. En ja, als het dan net niet lukt, ook dat hoort erbij. Nou, dat is soms lastig, zeker op het moment dat het gebeurt. Onder leiderschap, wat hoort er nou wel bij, wat hoort er nou niet bij? En iedere coach is daar ook anders in. Het is wel aardig om dit plaatje even te bekijken als je het hebt over leiderschap. Bruce Tuckman is een Amerikaanse psycholoog die is gespecialiseerd in groepsprocessen. En vaak heeft de coach het wel gedaan, of dat nou terecht of onterecht is. Ik vind het niet altijd terecht, hè. Maar goed, ja, iemand moet de schuld krijgen, ze kunnen moeilijk 20 spelers wegsturen. Ik werk uit het boek Totaal Coachen van Pieter Murphy, Jan Huibers. Echt, even blijven. Kies je voor de letter P. De vierde letter is een J voor P. Dit is een korte test. Kijk eens wat voor jou van toepassing is. Het zegt iets over jou. Wat is hier de verhouding? Wie scoort er op die rode kleur, jongens? Handen omhoog. Wie scoort er op rood? Een stuk of 15. Wie scoort er op groen? Een stuk of 15. Wie scoort er op blauw dan? Stond alle iedereen klaar. We willen altijd problemen oplossen. Het bedrijf, geloof je in de strategie van de club? Geloof je in de clubcultuur? Geloof je in jouw mensen waar je leiding aan geeft? Geloof je in je eigen kwaliteit? Bedankt jullie aan, jongens. Welkom allemaal. Het zal gaan over mindset. Nou ja, dit hoeft bijna geen introductie. Mijn naam is Bart Heuving. Ik ben topsportbegeleider bij AZ. Dat doe ik van de onder 12 tot en met de eerste elftal. Eigenlijk kan je onthouden, ik help de jongens met alles wat ze niet direct op het veld nodig hebben. Ik gebruik heel veel de theorie van Dweck. Vandaag ga ik vertellen hoe het werkt. En uiteindelijk eindig ik eigenlijk met leerprincipes die ik zelf gebruik. Zowel bij de jongste jeugd, maar zeker ook bij de senioren die ik begeleid. Ik zie talent dus ook wat anders dan hoe de meeste mensen het zien. Ik zie het echt als een aanleg maal leervermogen. Stel, iemand heeft heel veel aanleg, dus datgene wat aangeboren is. Dat kan heel erg voordelig zijn. Zeker in het begin van iemands loopbaan als voetballertje. Het is toch niet hard te werken. Als je helemaal goed bent, ben je goed. Dan moet je leven gaan winkelen. Dat is helaas ook wat social media wel eens laat zien van topspelers. En denk aan de filmpjes en de foto's die je wel eens ziet. Dat je denkt, ja, ze doen veel meer. Maar ja, dat andere wordt gedeeld. Vraagt iedere keer. Maar ik ben het er natuurlijk niet helemaal mee eens. Want hard work beats talent. Maar talent doesn't work hard. Ja, ik vind hard werken is ook het talent. Waarom? Het meeste als je een video analyse gaat doen, feedback, hè, niet ook wel wat feedforward, maar natuurlijk ook feedback. Ja, maar Pietje liep verkeerd, ja maar die. Ze zijn alleen maar bezig hun eigen fouten te camoufleren. Hier word je sterker van. En nu zeg ik het tegen tegenstander, dat geldt dus jullie ook voor jullie als coach en je spelers. Je kijkt naar dezelfde wedstrijd, je spelers staat op het veld, jij staat ernaast. En toch kun je een hele andere wedstrijd gezien hebben. En dus kan je ook weer merken dat als je dan objectieve data erbij hebt, dat ook kan helpen om dat weer in perspectief, hè, dat je dus, oh wacht even, want die data, die
die meten natuurlijk ook allemaal die external events, maar die doen het iets objectiever, want die hebben natuurlijk geen waarde of overtuigingen. Als het goed is, een computer is van computer. En hier zie je dus ook dat lichaamstaal, fysiologie, ook heel belangrijk is. It looks more like it belongs in a science fiction film than on a football team's training facility. Dat kijkgedrag vond ik met name interessant, want ik ben daar ook benieuwd, waar kijkt die jongen daarna? Hè? Nou, hierna heb ik een filmpje en die jongen heeft een camera op zijn voorhoofd. Dus je kijkt vanuit het perspectief van die speler. Precies, hè? Hij kijkt bijna niet, naar beneden. Je ziet hem al, die bal heb ik heb zijn voeten niet één keer gezien. En hoe kan je nou ervoor zorgen dat ze dus nog meer die handelingen aan die kijkgedrag nog sneller moeten doen? Als je het hebt over positiespel, hoe kan je dat doen? Hoe kan je dat nog een beetje forceren dat ze nog sneller die korte scans, waar we net over hadden met Messi? Kleine ruimtes, ja. En dan moet de handeling sneller. En de handelingen, twee keer raar. Twee ballen. Spelen naar de derde. Twee ballen kan ook nog. Ja. En die tonaliteit, dat horen ze niet. Dus dan nemen ze de woorden heel letterlijk en dan pakken ze eigenlijk de verkeerde betekenis. Waar ik me graag mee bezig hou is met het managen van performance, ontwikkeling. Dat vind ik leuk. En dat doe ik op vier vlakken. 1. Trainers, coach de coach. Van eerste tot onder 9. Dus, en dat moet je bij voorstellen dat je meegaat het veld op. Vooraf bespreken, wat wil je, wat zijn je plannen, hoe ga je het doen, en daar feedback op geven. 2 is het team. Workshops geven, met teams in gesprek, teamdynamiek, wie ben ik, wie ben jij, wat is focus, wat is faalangst. En 3 is de individuele speler, het begeleiden van individuele spelers. En 4 is eigenlijk met beleid en organisatie. Dus als je iets wil in de ontwikkeling en begeleiding van jongens en trainers, dan moet je daar ook je organisatie op aanpassen. En dan vraag je, wat gebeurt hier nou? Focus is iets, en dat is goed omdat focus is iets wat persoonlijk is. Persoonsgebonden. Heeft te maken ook met karakterstructuur, met persoonlijke voorkeuren. Daar kom ik straks nog wel op. Met dit soort dingen, eigenlijk heel simpel, maar het gaat mij er altijd om, kan ik die jongens uitleggen, heel simpele voorbeelden, dat wat je hier ervaart, dat ook op het veld gebeurt. Preparation time noemen ze dat, hè? Dus jij zorgt dat je klaar bent op het moment dat het veld op gaat. Dan ben je er gewoon klaar voor. En wat jij in dat uur doet, hè, dat is aan jou, maar dan is het klaar. En dan gaan we ook beginnen. Nou, dat is ook een keuze. Dan heb je daar die ruimte en tijd om je op zijn persoonlijke eigen manier invulling te geven aan wat er nodig is om klaar te zijn. Kan ook. Dus alles wat je hoort, ruikt, voelt, dat zijn allemaal zintuigen. En dat wat er binnenkomt, dat komt binnen bij een orgaantje, dat heet de thalamus. En die thalamus is een soort schakelstation in je hersens. En bij alles wat daar binnenkomt, doet hij niks anders als: hallo amygdala, slepend been, zit hier stress op. Even bij die amygdala, en in die amygdala er zit nog die hond van toen je 4 jaar oud was en een keertje vreselijk in je pont bent gebeten. Weet je, als je ooit eens een keertje tegen een bepaalde voetballer hebt gespeeld met zulke bakkenbaarden, en daar heb je toen vreselijk van op je kont gekregen, en 10 jaar later kom je eens in het veld en je kijkt eens naar je tegenstander en die heeft precies zulke bakkenbaarden, kan de lijzenvreter de stress bij je toeslaan en geen bal meer raken. Zo simpel werkt dat systeem. Eigenlijk iedere sporter, als er positieve emoties er zijn, dan zijn ze over het algemeen op hun best. Positieve stress noem ik eigenlijk wedstrijdspanning. Want door wedstrijdspanning ga je eigenlijk alleen maar, kan je beter gaan presteren. En de kunst van feedback geven is natuurlijk van groot belang, zeker voor een trainer. Want als je iemand zeg maar in de stress weet te krijgen, doordat jij hem een paar keer het meeste pakt en hij kan er niet goed mee om, gaat hij alleen maar steeds minder spelen. Nee, dat is dat je de stress opmerkt. Maar de stress is er al in je lichaam voordat je weet dat het er is. Dat is namelijk ook het lastige van stress. Maar dan heb je er toch geen last van? Je hebt er namelijk wel last van, want er gebeurt van alles in je lichaam. En je techniek laat je in de steek doordat je spierspanning hoger is. Die heb ik vaker bij me. Dat doe ik altijd weer mee. En als je 3 keer niet woont, dan moet je 10 keer opdoen. Is het mentaal? Is het iets met mentaliteit te maken? Ja, je moet ook opdrukken. Focus. Ja. Aandacht. Ja, het zorgt ervoor dat iedereen zijn aandacht in ieder geval bij dit verhaal heeft. Eigenlijk effectief verlies je dan ongeveer een uurtje in de weg. Dat lijkt
niet eens zo heel erg veel. Maar ik doe dat dus een heel jaar. En doe dat is 6 jaar als je niet blijft. En er is iemand anders, hè? De conferentie is groot, die dat wel goed doet. Hoeveel uren loopt hij dan voor? Ja? Okay. Dat is één van de dingen die ze proberen te leren. Als je traint, dan doelgericht traint. Dat je het veld opstapt met een idee. Oké, hier aan de hier ga ik op. Zelf beslissingen kunnen nemen. Ik zeg wel eens, voetbal is de makkelijkste sport en de moeilijkste sport. Iedereen kan voetballen, of je nou 2 bent of 80. Maar om het echt goed te kunnen, moet je heel veel kwaliteit hebben. Je moet ruimte en inzicht hebben, je moet het goed kunnen uitvoeren, je moet goede techniek hebben. Je moet kunnen samenspelen met je medespelers. En je hebt altijd 10 of 10 opties. 10 medespelers. Je hebt sommige jongens, die hebben het juist nodig om eventjes in de juiste stand te zitten, weet je wel. En er zijn sommige jongens, dat zijn exceptionele talenten, die kunnen zichzelf aan- en uitzetten. His palms are sweaty, knees weak, arms are heavy. His vomit on his sweater already. Mom's spaghetti, he's nervous, but on the surface he looks calm and ready. Trainer, gun ik je dat je niet dicht bij jezelf blijft, maar ook dat je risico's hebt. We moeten niet die grijze brei hebben. Als je mensen echt iets wil leren, dan moet je iets doen wat mensen ook een beetje op het verkeerde been zit. Als ze aan het nadenken.